dames en heren, leuk dat jullie hier zijn. Vandaag gaan we de vijfde etappe op het programma van Arras naar Amiens. 189,5 kilometer wordt er vandaag gereden. Met een buitenkantje van massasprinters zoals Mark Cavendish, Alexander Kristoff, Michael Matthews, André Greipel, wat de groene trui moet vertegenwoordigen, en natuurlijk Peter Sagan. Wij gaan het meemaken hier in Arras naar Amiens. In 2004 was hier ook de aankomst. Thomas Verclaire won. Pakte daar de gele trui. Hij zat in een kopgroepje. Hij had die gele trui pas veel etappes had hij die gele trui aan. Na passie en strijd wat hij had geleverd voor die gele trui te behouden. Toen wisten de mensen wat Verclaire voor talenten had. We hebben dus de eerste etappe gezien. Gewoon Dennis won de tweede etappe. Greipel won de derde etappe. Rodriguez won. En gisteren won dus Tony Martin in de Kasseien Rut van Serena Cambrai. Waar we dus in Frankrijk aankwamen. En nu zitten we dus in Frankrijk voor de vijfde etappe van de Tour de France. We gaan het meemaken. Ik hoop dat jullie nog veel support hebben in de Tour de France. We gaan kijken wie vandaag wint. Er zal zeker wel een kopgroepje zijn, maar ik wil het wel zien. Ik denk niet dat ze het volgen houden. Tot de volgende keer. Zie je later. Doei!